Hey, zullen we de ponies pakken? Ja, is goed. Ik heb echt heel veel zin in rijden. Ik ook. Jullie hebben nooit, maar nooit zo'n mooie pony als ik heb. Jawel. Ja, misschien nog iets mooier. Ja, dat dacht ik ook. High five. Thunder! Kom maar, Fire. Fly. Ja, Fire is een bijnaam. Nou, Thunder is deze. Zo, ik neem je even mee naar... Laat maar, ik neem je gewoon niet mee. Ik ga je hier wat zorgen. Poetsen. Ja, lekker hè? Nee? Kom maar. Ja, maar jij hebt je zadel en al weer al, weet ik niet. Dus ja. Oeps. Zo. La la la. Oh ja. Ik ga gewoon een hoed op doen. Dat is toch veel leuker? Maar het is niet zo heel beschermend, maar ja. La 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 la. Wat dan? Zo, kom maar, Thunderbolt. Hey, zullen we zometeen een race doen? Ja, is goed. Ook al win ik. Thunderbolt die heeft wel ineens dat hij heel raar loopt of zoiets. Daardoor moest ik persje van de veearts opeens beschermen. Ik heb het gewoon voor de sieraan. Ik vind het schattig. Ik vind het ook wel schattig. Nou, loopt dus niet zo slecht. Nou ja. Let's go. Gelukkig zijn ze zwart. Ik moest een keer, had ik een paars shirtje, moest ik blauwe peesbeschermers om. Dat stond echt niet. Zwart of wit matcht bijna overal wel mee. Ja, vooral zwart. Ja. Geel, dan vind ik het niet zo. Nee. Nee, dat kan wel, maar dan moet je ook een gestreept zwart-geel dekje aan hebben. Dan liefst misschien. Ja, dan is het denk ik wel leuk. Ja. Zullen we anders een liedje over het strand maken? Ja, leuk. Veel leuker dan een race. Ik ga niet over de trap. Dat is echt super slecht voor Thunderbolt zijn benen. Ja, dat zou ik ook doen. Kom maar. Oh, chips. Het gaat even niet goed. Woehoe! Ah! Oh, jeetje. Wauw, Thunderbolt, ik heb je nog nooit zo hoog zien springen. Nee, ik ook niet. Ah, wacht op mij. Thunderbolt is echt geen springpaard. Nee, Connemara's überhaupt niet, maar... Nee, eerder dressuur of vrijheidsvorm. Ik ben nog bij of niet? Ik kom aan. Kom maar, Thunderbolt. Wij kunnen zwaai zijn sneller dan haar. Yeehaw! Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik wel, want ik ben voor. Ik kom eraan, hoor. Oh, winkeltje! Hallo, Nevra. Sjoen, jongen, je hebt me afgeleid. Nu heb ik verloren. Sjoenie, mevrouw, wilt u nog wat kopen? Nee. Oh, dat is jou. Ja, weet ik. Oké. Okay. Kom, laten we lekker met de paarden in het water. Tegelijk is leuk. Ja. Wow, wat gebeurt er? Wat is dat hier? Waarom zijn we hier? We stonden toch in water? Echt zo? Kaarsjes. Thunderbolt, blijf hier. Want ik wil niet dat je iets over gaat overkomen. Ja, jij ook, Firefly. Dit is best creepy. Ik weet niet, maar ik weet niet ik of we hier heen moeten. Ik wil er echt niet op staan, hoor. Ik denk straks toch... Straks staan we op een lijk. Ja, dat is waar. Ik blijf toch ook liever bij mijn paard. Ik kijk even tussen rond hoor. Ik ga de andere kant wel. Steentje. Wat is dat? Waarom zit er van die sprinkels? Ik kom bij je. Ah, geestendraakje! Wacht, Emma. Geestendraakje. Wacht, Emma. Nu is rustig. Geestendraakje. Oh, Emma. Dit is waarschijnlijk een verbeelding, want ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Geestendraakje! Je kunt erop klikken. Is het echt niet? Hij staat er nog gewoon hoor. Bij mij niet. Dan is het sowieso verbeelding. Ik heb er nog nooit gehad over geestendraakjes. Ook al zijn ze zo schattig. Ja, ze lijken dus niet echt op school. Weg. Mijn paard is hier. Je zei dus echt. Er gebeuren een hoop dingen. Misschien moeten we even naar huis toe.
Nou, ik denk het niet. Want als ik weet dat als ik mezelf ga knijpen, dat ik wakker ga worden. Oké, zou ik je knijpen? Nee, ik wil het zelf doen. Auw! Waarom ben ik niet wakker? Je bent nog steeds bij deze enge plek. Ah, lekker dan. Dit is geen droom. Nee. Wat moeten we nu doen? Ik weet niet, maar we moeten... Hey, Firefly, die wil niet meer hieruit. Why not? Ik weet niet, maar volgens mij ruikt ze iets. Dan gaan we kijken. Wacht eens even. Ik weet het! Kom. Zie okay. Je deze bloemetjes? Ja. Ik heb eens van de zanger gehoord dat je als je deze bloemetjes krijgt, dat je naar een speciale grot moet gaan. Alleen een echte zanger die opleiding heeft gedaan. Kom. En ja, ik vertel je nu mijn allergrootste geheim, maar ik ben een zanger. Doe even. Ik ben helemaal geen zanger, dus nee. Hoe moet ik dat doen? Ja, jij moet wachten. Oké. Okay. Ik vertel je later alles, goed? Ik ga met je mee, oké? Okay? Ja, maar ik denk niet dat je heel veel verder kan dan dit. Wacht. Ja, dat was daar dichtbij. Bij die Doris Kerkding. Echt? Ja. Ik heb voor de eerste keer een goed raadsel opgelost. Wacht. Snel zijn we bot. Ja, ik wist het. Ik wist het. Hier. Oh, dat. Dat heb ik wel eerder gezien, maar ik kan niet echt ver. Nee, dat klopt. Oh ja, mijn paard kan niet mee. Waarschijnlijk staat er hier voor jou een steen. Yep. Ik kan er dus wel doorheen. Zie je zo? Zo, denk je? Denk ik. Meneer Hercules! Emma, wat doet gij hier in de grot der magie? Nou, u had me opgeroepen? Ja, dat klopt. De zonnemagie is kwijt. Hij kan niet meer gebruikt worden. Hij kan worden overgegeven aan een andere persoon. Wow, wacht, heel even, chef. Ik weet wie de zonnemagie kan krijgen! Emma, weet je zeker dat het een goede keus wordt? Hoezo, weet je dan al wie? Mm-hmm. Hoe dan? Ik ben de geest der magie, ik kan alles. Oké. Waar is het boek gebleven? Waarom staat er alleen nog maar een naam? De sterrenmagie. Waarom is de poort nog niet geopend? Emma, heb geduld. Wij kunnen ook niet alles in één keer oplossen. Ja, oké. Ik snap het, meneer Hercules. Sarah! Ja, Sarah. Wat is er? Ik heb iets ontdekt. Wat is er dan? Nou, ik heb dus de 8 kracht van de aarde, maar ander is ontvoerd door Darkwood. Alleen de zonnemagie moet dus nu aan iemand worden genomen. En Hercules vond het goed dat jij het wordt. Echt? Ja! Dus. Ik moet eventjes iets ophalen hoor. Deze. Oké. Okay. Hercules! Ja, Was het nou de rechter of de linkersteen die die klacht had? Rechter. Oké! Zo. Mijn bidon. Je moet dit opdrinken. Ik weet het, er zit een beetje steen in, maar anders zou het niet. Oké, nou ja. Dan smaakt het misschien wat lekkerder. Oké, geef maar. Oké, ja. Alsjeblieft. Het was niet zo heel smakelijk, maar ja. Ja, dat snap ik wel. Oké. De steen is weg. Wat hè? De steen. Dat klopt. Je wordt wel onzichtbaar als je te vragen hebt. Dat gebeurt alleen bij zoolrijders trouwens. Maar ja, anderen kunnen er ook niet in, dus. Waarom? Ja. Oké. Wow, ik kan het gewoon niet geloven. Ja. Maar waarom heb je me dat niet eerder verteld? Je vertelt me alles. Niet. Wel. Ik heb je bijvoorbeeld nog niet verteld dat ik dus een zoolrijder was. Ja, daarom.
Ja, maar dat is het enige wat ik je niet heb verteld hoor. Ja, je kan me altijd vertrouwen. Ja. Nou ja. Echt, die Hercules mag ook wel eens een beetje mij anders ophalen. Nou, ik vind het echt heel fijn dat het toch is gelukt. Ja. En ik schrok ook heel erg. Ja, ik ook wel. En dit was de video. En ik heb het met Coiny Short aan gedaan. Doei! En ja, ik weet niet, even een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. En een belletje aan te klikken. En zou ik zeggen... Doei! Die was niet tegelijk. Oké. Okay.